Helemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Mineraal met een verhaal. We kregen al een aantal weken de vraag of we een aflevering wilden maken van een video die we al eerder geüpload hebben, waar we een pocket leeghalen in Zwitserland. Dat was een video van vorig jaar. En dus vandaag gaan we naar die mineralen kijken. En niet in het bijzonder één mineraal, maar een aantal mineralen die daaruit komen. In dit geval gaat het om bergkristal. Dus laten we snel naar de video gaan en dan kunnen jullie ook zien hoe de stukken daadwerkelijk eruit zien nadat ze weer terug zijn gekomen in Nederland en ook schoon zijn gemaakt. In de grote pocket zelf zat een heel klein mini pocket. Je ziet hem hier boven in beeld. En hier was een klein stukje vanaf de bovenkant naar beneden gevallen. Die draai ik hier om. Deze was heel mooi in de pocket zelf ingegroeid, dus de kristallen konden echt maar één kant op groeien. En ja, je ziet hier dat het gewoon een topper is. Het is een beetje in de vorm van een klein maantje. Maar heldere kristallen, niks beschadigd, helemaal goed. En hier zie je hoe die mooi schoon is, maar ook mooi rondgaat. In dit geval zitten de kristallen ook bovenop. Dus dat is heel mooi te zien, vooral hier. Dat je zo'n mooi uiteinde hebt en natuurlijk die grote punt hier bovenop. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Dus ja, als je dit stuk zo in de pocket hebt gevonden, zag hij er zo uit. Dit was de achterkant, zo zat hij erin. En is hij er mooi uitgekomen, krijg je uiteindelijk dit als resultaat. Hij blijft alleen niet heel mooi staan, de vitrine. Hij valt steeds om, dus ik moet er iets achter zetten dat hij wat beter blijft staan. Beeld van de pocket vanaf de buitenkant met de kwartsbanden die naar boven lopen. En hier kwam een heel mooi stuk naar boven. Een van de grotere stukken uit deze pocket. En vooral een heel grote kristal bovenop. Je ziet hem daar zitten. Het mooie aan dit stuk is dat hij helemaal rondom gekristalliseerd was. Dus zowel aan de voorkant als aan de zijkant en een beetje aan de achterkant. Nou ja, deze kan rechtstreeks de vitrine in. Nou, op dit stuk wat eruit kwam zag je die hele grote punt zitten en schoongemaakt is hij nog een stuk mooier. Het gaat om deze. Ik zal hem even op zijn zij houden. Kijk, dat was natuurlijk een hele mooie vondst. Deze is ook glashelder en gaat helemaal mooi rond zoals je kan zien. Het is echt een topstuk. Nou, deze is natuurlijk meteen de vitrine ingegaan, vooral vanwege die mooie grote punt hier, zoals je kunt zien, zo maar aan de andere kant aanwijzen daar. Het maakt hem ook wel heel mooi dat er een zo'n grote op zit. Je kan aan andere kristallen goed zien dat het allemaal afgegroeid is aan één kant. Dat is de Dauphiné vorm van bergkristal. Enige, maar ja, dat is natuurlijk als je veel van dit soort stukken vindt. Het enige wat net iets jammer is, is dat hier daar te zien misschien een stukje afgebroken is. Niet helemaal zeker, kan ook zo gegroeid zijn. Het is natuurlijk jammer dat dat niet ook uitgekristalliseerd is. Maar ja, toch. Hij staat zo mooi in de vitrine. Natuurlijk helemaal top. Nou, daarmee sluiten we deze video af. Niet helemaal, want er is één stuk wat we ook uit deze kloof gevonden hebben waar we geen video van hadden in het origineel. Dit was aan het eind van de dag, dus dit is ook een stuk wat jullie nog niet gezien hebben in de originele video. Ik heb hem hier liggen en dit is toch wel een van de betere. Deze kwam vrij diep en als een van de laatste eruit. En schrik niet, want deze is ook iets groter, maar deze is nog mooier dan de voorgaande. En dan gaat het om deze. Hiervan waren al wel wat foto's op Instagram al te vinden. En ik meen ook op Facebook een heel klein videootje ervan dat die uit de pocket net is gehaald. Iemand hem vasthield, of ik of Christian het was, dat weet ik niet. Maar dit is wel echt een van de superstukken uit die pocket. Je ziet wat kleine aanslag nog op de puntjes. Vooral daar zo, goed te zien. Waarschijnlijk is dat een soort klei of versteende klei. Met de kans om kristallen te breken hebben we dit er maar niet afgehaald. Probeert te weken, maar dat lukte niet helemaal.
Aan de hele kant en de achterkant zit ook nog weer een groot kristal. Kijk, daar zie je hem zitten. Daar zit hij. En nou, ook de onderkant wel interessant. Het is moedig gesteente, maar je ziet ook een hele kleine kristallisatie daarop. Maar ja, het gaat natuurlijk om de voorkant. En ja, dit is wel echt een super stuk. Die staat sowieso prominent in de vitrine, dat snap je wel. Ik heb hem in de vitrine, dus heb ik hem zo staan. Staat hij mooi wat standaardje in het midden. Ja, en wat wil je nog meer natuurlijk na zo'n prachtige dag in Zwitserland, die locatie waar we al jaren komen. En dan dit soort stukken vinden, dat is natuurlijk helemaal goed, helemaal top.